In de tweede helft van de 19e eeuw werd in het Brusselse min of meer bij toeval witloof ontdekt op cigorijwortels. De bladgroente werd snel een succes en nog steeds wordt vooral in de streek rond Leuven en Brussel dit witte goud gekweekt. Het is dan ook niet zo vreemd dat de provincie Vlaams-Brabant in Herent de nationale proeftuin voor witloof ondersteunt. In Herent hebben we een combinatie. We hebben daar de nationale proeftuin voor witloof. Dus witloof is wel onze hoofdbrok daar. Witloof trouwens, zowel hydro als het grondwitloof. Grondwitloof dat bijna uniek Vlaams-Brabant is. Doen we heel veel ondersteunend werk voor de landbouwers. Maar het is tegelijk ook een agrarisch centrum van de provincie Vlaams-Brabant. En dus de thema's die we daar... eigenlijk mee opnemen zijn zeer breed gegaan de laatste jaren. Witloofteelt start altijd op het veld waar de wortels gekweekt worden. Dit vormt ook meteen een risicovolle periode, want de planten worden blootgesteld aan een aantal gevaren van buitenaf: ziekte, klimaat en schadelijke insecten. De witloofmineervlieg is er daar eentje van. Ze legt haar eitjes in de hoofdnerf van de bladeren. Hieruit komen witte maden die via de bladsteel in de wortel kunnen terechtkomen. En deze larven kunnen later in de krop die bestemd is voor de consument grote schade aanrichten. Het proefcentrum heeft dan ook een waarschuwingssysteem voor deze bedreiging. Hier staan we op een referentieperceel van de witloofmineervlieg. Het waarnemingsnetwerk van de witloofmineervlieg dat bestaat erin dat we vangbakken staan hebben op verschillende percelen in Vlaanderen waar witloof wordt geteeld. Die vangbakken worden wekelijks gecontroleerd. De witloofmineervliegen daarin worden gedetermineerd en op basis daarvan kunnen we gericht advies geven aan de witlooftelers. De witloofteler krijgt dan het advies om een bespuiting uit te voeren of kan ook gericht meer naar een niet-chemische bestrijding gaan. Daar zetten we de laatste jaren ook enorm op in door hen te begeleiden en informatie te verschaffen over de aanwezigheid van natuurlijke vijanden, ook naar de preventie van die insecten en schimmels, zodanig dat zij op een geïntegreerde manier aan witloof kunnen gaan telen. Als de witloofwortels volgroeid zijn, is het tijd voor de oogst. Dan gaan ze allemaal de koelcel in. Bij min 1 tot min 2 graden kunnen ze, afhankelijk van het ras, een hele tijd bewaard worden in de grote houten kisten. Wanneer de teler ze nodig heeft, worden ze verplaatst naar de kweekbakken in volle grond of op hydrocultuur. Hier in het proefcentrum worden verschillende rassen in één bak gekweekt, om zo een aantal factoren te kunnen vergelijken. Bij de rassenproef gaan we eigenlijk nieuwe rassen vergelijken en kijken welke meerwaarde dat die rassen hebben voor de witloofstelers. We bekijken of dat deze beter of minder goed zijn dan de gekende rassen. En op het einde van de rit maken we rapportjes voor de witloofstelers waar dat ze dan kunnen uit opmaken of dat die nieuwe rassen passen in hun gamma dat ze willen aanbieden aan de veiling. In eerste instantie kijken we naar de kwaliteit. Hier in België kiezen we nog altijd voor heel kwaliteitsvol witloof. Dus die kwaliteit staat centraal. En daarnaast kijken we natuurlijk ook wel naar de opbrengst. De interactie tussen de telers en de proeftuin is cruciaal. Wil de teler een hogere kwaliteit of een hogere productie? Is het witloof bestemd voor de export? Moeten de wortels lang bewaard worden? Allemaal factoren die de uiteindelijke keuze van de teler mee bepalen. Wel, wij hechten toch wel heel veel belang aan een goede wisselwerking tussen wat we in theorie weten of kunnen aantonen en wat de ervaring van de landbouwers is. En dat vind ik hier in Herent toch wel zeer geslaagd. Dus men luistert echt wel goed naar elkaar. En wanneer wij die praktijkervaring kunnen toetsen aan het onderzoek en omgekeerd, dan denk ik dat we goed bezig zijn. Het Provinciaal Agrarisch Centrum doet echter nog meer dan onderzoek naar witloof. Ze steunen sinds kort de heroplevende druiventeelt
en verrichten heel wat werk rond duurzame thema's. Er is onderzoek naar waterzuivering, energiegewassen zoals olifantengras, erosiebestrijding en beheer van akkerranden. Onlangs werd er ook gestart met een verrassende nieuwe teelt, goudsbloem. We kijken hier naar een verbreding van de landbouw en daar past goudsbloem in. We onderzoeken hier de teeltechnische kant, dus de inzaaimethode enzovoort. En dan ook het mechanisch oogsten om de kostprijs te drukken van de arbeidsuren. En daarnaast kijken we ook naar de afzetmarkt. Goudsbloem, de bloem zelf, daar zou een olie uitgehaald worden voor de farmacie. En voor het zaad zijn we aan het kijken of we die zouden kunnen gebruiken in de voeding. Van witloof tot goudsbloem. Kleurrijk onderzoek dat voor een rooskleurige toekomst van de landbouw in Vlaams-Brabant moet zorgen.